Altavista en welkom bij weer een hele speciale video. Ja, vandaag een hele gave oudjaarsvideo, oud en nieuw video. Ja, want we gaan natuurlijk vanavond van 2023 naar 2024. Ja, en dat gaan we doen met een hele speciale video. We gaan namelijk het gaafste laten zien van 2023. De gaafste pops die ik heb weten te scoren. Misschien dat ik iets vergeet, maar ik heb gewoon, we gaan een top 5 van maken. Niet helemaal gelukt, het zal een top 6 worden. Maar het gaat heel erg vet worden voor hetgeen we in 2023 gescoord hebben. We doen eigenlijk elk jaar doen we natuurlijk een oud en nieuw video. Dat doen we nou voor de 5e keer. Ik laat hier alvast zien wat we voorafgaand gedaan hebben. Andere jaren hebben we ook altijd zo'n video gedaan. Vorig jaar hebben we daar speciaal gedaan met allemaal gasten die we toen, die allemaal langs zijn gekomen, die een video ingesproken hadden. En vandaag gaan we weer een traditionele top 5 doen. 6, et cetera. Heel erg gaaf. Goed, en als jullie een beetje tellen, dan heb ik al een beetje iets verklapt. 1, 2, 3, 4, vandaag 5. Ja, 2024 gaat een heel speciaal jaar worden. Ja, het wordt ons jubileum. Ja, we gaan natuurlijk in april zijn begonnen. En dan hebben we in totaal in april gaan we 5 jaar jubileum gaan we vieren. Het 5 jaar jubileum. Al 5 jaar maken we video's. 5 jaar, minimaal 1 keer in de week dat we een video maken. Vaak 2, soms zelfs 3 video's in de week. Ja, en dat gaan we natuurlijk ook heel speciaal gaan we dat vieren. Goed, daarover ga je nog heel veel dingen horen. Het duurt nog heel eventjes, het is pas in april. Maar het gaat wel heel erg gaaf worden. Ja, we zijn nu zelfs al met voorbereidingen bezig. Kunnen jullie nagaan. Heel erg gaaf. 5 jaar dat we dit al doen. Goed, en nog steeds met heel veel plezier. Dankzij jullie, echt heel erg gaaf. Goed, ik ga laten zien wat ik allemaal gescoord heb. Tenminste, wat voor mij eigenlijk de speciaalste pop zijn van 2023. Goed. En dan beginnen we met deze pop. Dit was namelijk een hele vette pop. Dit is namelijk mijn allereerste NFT. Echt waar, mijn allereerste NFT. Big Boy with Shake NFT release. En dit is een 2250 piece limited edition. Heel erg gaaf. Ja, dit vond ik wel speciaal. Ik had dan natuurlijk nog geen enkele NFT-pop. Kan u wel zeggen, er komen er wel meer aan. Maar ik ben groot fan van Big Boy. Ja goed, het heeft toch iets speciaals, iets Funko special. Big Boy is natuurlijk de allereerste bobblehead die Funko ooit heeft uitgebracht. Waar eigenlijk allemaal mee ontstaan is. Ja, dat maakt deze pop zo epic. Ik weet dat er meerdere NFT-release van Big Boy zijn, maar ik vind deze wel het allergaafste. De nostalgische versie met zijn milkshake in zijn hand. Ik vind hem heel erg gaaf. Big Boy, nummertje 8. Het is een Mastery Big Boy Limited Edition. Kijk aan, die Pop Digital. Heel gaaf deze. Komt hij natuurlijk in mijn top 5. Yes, dat was de eerste. En dan de volgende. Ja, dit zijn er 2. En dit is een set waar ik al heel lang naar op zoek was. Die ik al heel lang op mijn lijstje had staan, maar ik had die eigenlijk nooit gevonden. Tenminste, niet voor een wel gevonden, maar dan heel erg duur, honderden euro's. Maar nou heb ik hem voor een schappelijke prijs kunnen aanschaffen. Voor mijn verjaardag wel eens te verstaan. Het is namelijk deze. Ik vind hem nog steeds heel gaaf. Blum Melanchronic, een 2-pack van de 2019 Falkovitje Limited Edition van James Silent Bob. Kijk eens aan. Ik vind deze nog steeds uber. Heel gaaf. Heel erg gaaf. We hadden natuurlijk ook Iron Bob. Heb ik natuurlijk ook gescoord. Heel erg gaaf. Maar ik vind deze. Ik vind hem geweldig. Ik vind trouwens ook heel erg gaaf. Die Protector. Die 2-pack Protector. Waar ik deze in mijn collectie kon toevoegen. Echt heel erg gaaf. Komt in 2019. Uiteraard. Want er staat natuurlijk die 2019 Fork Adventure Limited Edition sticker op. Maar Bluntman en Gronek. Heel erg gaaf. Ja. Dus deze kon natuurlijk niet uitblijven. Absoluut niet. Kijk. Ja. Dit. Dan moet ik zeggen. Alle gaafste. Daar komen er nog meer aan. Goed. Dan gaan we over naar de volgende. Ja, dit is een pop. Je wordt er eigenlijk mee doodgegooid. Ik denk dat ze bijna overal is je wel te koop. Je komt hem op de gekste plekken tegen. En toch maar kan deze pop niet ontbreken in de top 5 2023. Als namelijk onze grote held, onze Nederlandse held. Die alleen maar blijft winnen. En uiteindelijk is er een pop van gemaakt. En het is niemand minder dan Max Verstappen, nummertje 3. En dan weet ik inderdaad, er is natuurlijk ook wel die andere. In de auto is er ook uit. Daarover binnenkort meer. Goed. Ik wil nog zoveel dingen laten zien. Heel erg gaaf. Ik zag al meteen, deze zit nog niet in de protector. Dus die gaan we meteen doen. Hierachter zie je trouwens ook Sergio Perez en Max Verstappen. Dat die nog niet uit zijn. Ze zijn allemaal nog grayed out. Ja, misschien wil dat iets zeggen. Dat deze pop later nog uitkomt. Waar het wel gewoon in staat. En dat deze misschien wat meer waard wordt. Ik heb geen idee. Ik zet deze tenminste in de protector. Want daar hoort het in principe thuis. En maar goed, ik zeg al. Dit zal geen pop worden die heel erg veel geld waard gaat worden. Want hij is zo ontzettend veel gemaakt. Maar ik vind de pop wel heel erg gaaf. Nummertje 3. Max Verstappen. Ja, die kon niet uitblijven natuurlijk. Heel erg vette pop. En die hoort zeker in de top 5 thuis. Goed, dan de volgende. De volgende pop die we gaan pakken is deze. En deze komt uit een mystery box van Moon Collectibles.
En dit is ook heel gaaf. Ik kwam er later achter hoeveel geld die waard was. En hoe erg rare deze pop was. In eerste instantie zag ik hem in de mysterybox. Ja, ik wist er nog niet zoveel van de karakter. Maar later heb ik weer het een en ander ingelezen. En toen zag ik pas hoe gaaf een pop dit is. Het is de Inquisitor van Star Wars Rebels. Nummertje 166. Hele vette pop. Het is, ik zeg al, het moet een exclusive zijn. Want hij staat niet achterop. Maar het is wel een hele, echt hele vette pop. Die echt een speciaal plekje krijgt in mijn Star Wars collectie. Nogmaals, Moon Collectibles, super bedankt ervoor. Ja, ik moet trouwens niet alleen Moon Collectibles wil ik bedanken. Ik wil natuurlijk ook andere bedrijven bedanken. Tiny Titan, als jullie kijken, super bedankt voor hetgeen wat we afgelopen jaar hebben gedaan. We hebben natuurlijk €1000 weggegeven. Ja, dat was niet normaal wat we gedaan hebben. Dat was heel erg gaaf. Dus Tiny Titan, bedankt voor de samenwerking, dat was heel vet. Ja, Moon Collectibles hebben natuurlijk hele vette dingen mee gedaan. Duo Commerce hebben we hele vette dingen mee gedaan. Vergeet nog iets. Pick a Pop. Noem maar op. We hebben echt met heel veel bedrijven. Sorry als ik je eventjes vergeet nu. De Ben Billy Boy Show natuurlijk. P-Pops, et cetera. Hebben we ook allemaal leuke samenwerking mee gedaan. Het was heel erg vet. Tuurlijk, echt je kruidvat, et cetera. Allemaal super bedankt. Het was een geweldig jaar. We hebben veel gedaan. En ik kan je nu al vertellen. Ik denk dat 2024 nog vele malen vetter wordt. Ja, dat is niet overdreven. Want we gaan een jubileum vieren. En dan gaan we doen met hele gave video's. Giveaways, noem maar op. Gewoon heel vet. Goed, ik heb nog één pop te gaan voordat deze top... Eigenlijk is de top 5 al compleet, hè. Als je kijkt, 1, 2, 3, 4, 5. Nou, ik vond dit 2-pack. Ik beschouw hem toch maar als 1. Dus dan heb ik nog één pop te gaan. En er is een pop waar ik ook heel veel van gespaard heb afgelopen jaar. Ik heb heel veel van deze gehad. Ik denk dat ik het voor 2023 misschien 1 of 2 pops had. Maar het zijn er nu echt, echt veel geworden. Het is namelijk Freddy Funko. En ik heb deze uitgekozen. Het is Freddy Bowling Trophy. Summer Convention 2023 Limited Edition. Heel erg vet, Freddy Funko. Hij komt ook uit 2023, vandaar dat ik deze even gescoord heb. En er even bij gepakt heb. Ik vind deze wel heel erg gaaf, deze Freddy Bowling Trophy. Heel erg vet. Ja, ik vind hem qua sculpel echt wel een van de gavere Freddy Funko. Zo moet ik eerlijk bekennen. Heel erg gaaf. Die heb ik gekocht tijdens Boze Pop. Ja, echt waar. En daar gaan we natuurlijk komend jaar weer naartoe. Hè? Wordt heel erg vet. De Funko Veil Special Edition. Ja, dat was natuurlijk ook 2023. Hè? 2023 was ook het jaar van de heel veel special editions. Funko dagen. Mystery Box. Ik vond dat er is heel veel uitgekomen. 2023 is Funko echt over de top gegaan. Misschien een beetje te. Want na een tijdje was het echt wel dat we dachten van... Nou heel even rustig. Want je hield er niet meer bij. De exclusive pops. Alles wat eruit kwam. Het is gewoon niet meer bij te houden wat er uitkwam. Ik zelf ook. Elke keer zag ik wel weer iets nieuws voorbij komen. Weer nieuwe pre-orders, et cetera. Gelukkig is het nou een klein beetje rustiger geworden. Maar dat zal niet voor lang zijn. Nee, dus we gaan lekker 2024 erin. En dan gaan we weer allemaal nieuwe pops voorbij zien komen. Goed, dit is dus hetgene van 2023. Wellicht dat jullie zeggen van... Koen... Je vergeet die helemaal speciale pop. Ja, laat het weten in de comments. Ja, ik denk dat ik dit toch wel mag zeggen dat dit wel mijn gaafste top 5 is. Ja, dit had zomaar een andere Freddy Funko kunnen zijn. Dat moet ik eerlijk bekennen. Maar de rest toch zeker wel. Heel erg gaaf. Goed, ik ben benieuwd. Wat zijn jullie pops? Jullie gaafste pop van 2023? Laat het weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Goed, en dan gaan we lekker de boel afsluiten. Ik zeg al, 2024 komt eraan. En we gaan heel veel gave video's maken. Ga dat niet missen. Hoe kun je zorgen dat je het mist? Ook in 2024. Heel simpel. Je kunt je gratis abonneren. Doe er hier. Druk op dat belletje. Als je op het belletje dan krijg je een melding. Als die nieuwe video online staat. Je ziet het weer vandaag. Ja, vandaag staat die hele gave review video van 2023 weer online. Heel vet. En ik kan je nou vertellen. Je wil dan niet missen wat er in 2024 gebeurt. Want dat gaat echt heel vet worden. Dus ga dat zeker doen. En aan die kant kun je een duimpje omhoog geven. Zou ik heel vet horen vinden. Goed, dan zou ik alleen maar zeggen. Ik wens jullie allemaal het allerbeste toe voor 2024. Al het geluk, al het gezondheid. Geniet van elkaar. Al mijn Funko vrienden wil ik het beste wensen. Iedereen van de community. Al mijn kijkers trouwens. Super bedankt voor het kijken. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen doen. Hè. We zitten op meer dan 25.000 abonnees die we nu hebben. Ja, hoe vet is dat? Hè? Ik vind, al waren er maar 10 mensen die keken, vond ik het al vet. Dus ik vind het gewoon super gaaf dat iedereen kijkt en iedereen de video's leuk vindt. Dus goed, daar gaan we gewoon op toasten. Ik pak mijn glas champagne erbij. Ik wens jullie nogmaals allemaal het beste voor 2024. Laten we er een Funko 24 van maken. En we gaan natuurlijk naar de jubileum. Dus het gaat een super tof jaar worden. Dus ik zou zeggen, proost allemaal. En dan zie ik jullie heel snel weer in het volgend jaar. Hè. Tot volgend jaar. Groetjes, doei. Ai!